en welkom weer een nieuwe video. In deze video ga ik jullie een Get Ready With Me laten zien. Dus wil ik me klaarmaken voor een filmpremière, opnames voor televisie of voor Your Shoe Day of voor een film. Ik ga jullie eigenlijk laten zien mijn make-up look die ik nu op heb. Het is niet heel erg veel zoals je ziet. En ik ga ook laten zien wat ik met mijn haar doe. Dus eigenlijk iets wat jullie super vaak vragen. Ik heb gevraagd op Instagram namelijk. Of jullie video-ideeën hadden en iedereen was met Get Ready With Me. Echt, ik denk wel 80% of zo. En ik ben heel slecht in make-uppen en ik gooi altijd wat op mijn gezicht. Dus jullie gaan zien hoe ik het eigenlijk allemaal doe. Ik hoop jullie dat iets aan deze advies hebben die ik jullie ga geven. Dus veel kijkplezier. Oké, ik heb nu gedoucht, dus mijn haar is helemaal nat. En ik heb dus nu helemaal niks op mijn gezicht. Het eerste wat ik altijd doe is even een labelletje op. En deze is van Hema. En deze is van die nieuwe collectie. Dus dat doe ik altijd even op. Zo. En met mijn haar doe ik eigenlijk voor een première of voor iets stijl ik het eigenlijk altijd. Of ik maak krullen. Dus dat is eigenlijk heel verschillend. En nu is het dus helemaal nat. Dus dan zorg ik eerst dat er een beetje olie in zit. Dus dat doe ik alleen in de puntjes, want anders wordt mijn haar heel erg vet. En trouwens, ik ben echt helemaal niet goed in make-up tutorials en haar tutorials, hoe dat allemaal moet. Want ik kijk zelf ook heel veel YouTube daarover. Want ik ben echt de slechtste in opmaken en zo. Het ziet er allemaal heel leuk uit als het eenmaal op zit, maar anders ook niet. Dus ja, je moet niet denken dat dit advies is of zo. Dit is gewoon omdat jullie vroegen hoe ik het eigenlijk doe. Dus ja, vandaar dit. Oké, nou, nu heb ik dus olie in mijn haar. Oké, dan gebruik ik Nivea Men. Hier zo. Heel raar, maar dit is voor naar het scheren eigenlijk. Voor mannen, voor ja, hun baard of zo naar het scheren. Verzorgde geschoren huid. En doordat dit zeg maar extra, dan is het zeg maar extra zacht voor mannen. Dus dan is het voor vrouwen helemaal zacht. Maar dit moet je niet te vaak gebruiken, want dan krijg je een hele dunne huid van, zegt mijn moeder. Ik heb geen idee of het klopt. Maar ja, daar doe je niet heel veel van. En dat smeer ik dan gewoon op mijn gezicht. En het ruikt echt zo lekker. Echt, echt heel lekker. Nou, ik heb een handdoek en het is echt heel vloeibaar. Dus ik dep het altijd zo nog een beetje. Zo. En dan laat ik dit eigenlijk altijd even intrekken. Dus dat het eigenlijk niet meer zo plakkerig is dan dat het nu is. Dus dan kom ik zo bij jullie terug. En nu ga ik eigenlijk altijd even een beetje om mijn telefoon of zo. Oké, dan doe ik nu ook even wat sieraden om. En hier heb ik twee ringen. En deze komen van de juwelier hier bij ons in het dorp. Dus die doe ik even om. Dat zijn echt de standaard ringen die ik omdoe. En dan heb ik hier nog oorbelletjes. En ik heb heel vaak oorbellen in van My Jewelry. Of hoe je dat ook uitspreekt. Ik ben echt slecht in naam uitspreken. En nu heb ik oorbellen van Sister Label. Dus die gaan we even indoen. En ik heb 3 gaatjes aan elk oor. En dan het bovenste gaatje heb ik altijd een knopje in. En in de andere heb ik, nu heb ik een slangetje en een maatje. Zo. En dan gaan we zo beginnen met de make-up. Ik vind dit zo raar, jongens. Ik maak echt nooit make-up video's. Ik ben ook echt benieuwd wat jullie hiervan vinden. Dus jullie moeten ook even eind van deze video, als je dit helemaal hebt gekeken, in de reactie zeggen wat je hier nou van vond. En of ik dit vaker moet gaan doen, want anders vind ik het eigenlijk wel prima. Dan ga ik allemaal looks gewoon bedenken. Maar we gaan eerst beginnen met de make-up. Dus ik wil eigenlijk nooit mijn haar vast. Doe het gewoon een beetje achter mijn oren. Oké, dan gaan we beginnen. Ik doe ook nooit primer of zo op of iets. Dus het is echt allemaal, ik gooi er gewoon wat op en kijk of het eruit ziet. En dan doen we eerst deze concealer op. En deze heb ik van de Kruidvat. Dit is trouwens ook echt helemaal niks gesponsord. Nou, deze. En dit doe ik zeg maar op deze rode plekjes een beetje. En soms ook onder mijn wallen. En ik heb vandaag ook heel erg wallen. Dus dat gaan we ook doen. Ik kijk trouwens hier, want hier staat een spiegeltje. Want om in mijn camera te kijken is nogal erg lastig. Ik zet ook echt puntjes. Ik weet ook eigenlijk helemaal nooit of ik dit eigenlijk altijd goed doe. Maar ik pleur het altijd er maar gewoon een beetje op. Oké, en dan heb ik hier zo'n gek sponsje. Beauty blender. En dan blend ik het gewoon een beetje mooi uit. Dat ik denk dat het wel redelijk is.
tot je zeg maar geen vlekken meer ziet. Oké, en dan heel slecht. Ik weet ook echt niet of dat goed is. Daarna smeer ik het altijd er een beetje zo uit. Dat ik geen vlekken op mijn gezicht heb. Volgens mij is dat echt heel slecht als je dat doet. Maar dat maakt niet uit. Oké, nou, dan hebben we dat dus gedaan. Het ziet er redelijk goed uit. Misschien nog heel iets met wallen aan tippen. Want het is niet heel goed of zo. Ik had zeg maar gevraagd op Instagram aan jullie. Wat jullie dus eigenlijk wilden zien op mijn YouTube kanaal. Want ik ben de laatste tijd echt zo inspiratieloos. Soms komt er ook gewoon een week geen video aan. Terwijl ik eigenlijk wel weer meer video's wil maken. Want ik vind het echt hartstikke leuk om te doen. Maar gewoon omdat ik geen inspiratie heb. Wordt het wel moeilijk. En ik ga sowieso ook een week vlog maken en zo weer. In deze vakantie. Dus dat komt goed. Maar als je ook nog leuke ideeën hebt, comment ze maar. Oké, mijn wallen zijn een beetje weggewerkt. Oké, dan gaan we het volgende doen. Ik doe het ook altijd gewoon op een andere volgorde. Elke keer anders. Dus we gaan nu beginnen met dit paletje. En dit is de bronzer van Maybelline. Deze bronzer. En ik gebruik altijd deze twee kleuren een beetje door elkaar. En dat doe ik even iets op mijn gezicht. Want dat vind ik altijd heel erg mooi. Maar dit doe ik dus niet dagelijks. Dit is echt zeg maar alleen voor première of zo. Dus meestal dagelijks doe ik wel deze concealer op. Dan met een beetje mascara en mijn wenkbrauw. Want die zijn nu ook nog niet gedaan. Dus ziet er ook niet uit. Maar het komt allemaal goed. Oké. En dit gooi ik gewoon een beetje hierop voor die glow. Door mijn neus een beetje. Zo. Oké. Nou, de glow zit er dus nu ook op. Nu gaan we verder met de wenkbrauwen. En dan doe ik wel altijd even wat in mijn haar. Want anders is het echt heel irritant. Oké, even een staartje maken. Zo. Ik heb ook echt nooit een staart in. Jullie zien mij nooit met staart. Oké. Maar ik ga nu dus mijn wenkbrauw doen. En daar doe ik eigenlijk ook niet heel veel aan. Ik teken er iets bij. En dan doe ik met deze. Deze komt van de schoonheidsspecialisten waar ik bij zit. Dus ik heb echt geen idee waarvan dit is. En gewoon zo'n kwastje. Deze komt van de Hema. En ik gebruik ook nog zo'n gel. Dat is deze. En dit is... Dit is eigenlijk volgens mij voor je mascara staat er ook bij. Maar ik gooi dit eigenlijk ook altijd over mijn wenkbrauwen heen. Ik heb echt geen idee of het allemaal goed is. Ik gebruik het al heel lang zo. Nou, eigenlijk niet. Maar als ik het doe... Doe ik het al heel lang zo. Dus. Het werkt. Oké, nu doe ik even. Ik teken vooral die laatste achterkant wat bij. Want het is bij mij echt bijna niks gewoon. En dan heeft Nina opeens wenkbrauwen. Oké, nu gaan we dus dat even met dat gel eroverheen. Zo, en dit gel gebruik ik ook voor onder mijn wimpers. Ik wil dit mascara op alleen boven en nooit onder omdat ik dat niet mooi vind. Maar omdat ik onder wel eigenlijk wat op wil doen, doe ik altijd dit op. Zodat het wel een beetje in vorm is. En zo dus blijft zitten. En volgens mij doe ik echt raar mijn mond open als ik iets aan het opdoen ben. Maar volgens mij doet elk meisje dat. Ik probeer ook echt mijn mond dicht te houden, maar dat is moeilijk. Oké. Nou, het ziet er nu dus op. En nu gaan we de mascara doen. En daar gebruik ik deze van Maybelline. Ik besef nu dat ik Maybelline gebruik. Ik wist niet eens dat het van Maybelline was. Lol. Oké, deze is heel fijn trouwens. Dit zag ik allemaal YouTube en toen dacht ik, laat ik dit ook halen. Het is allemaal niet gesponsord dit. Maar oké, we gaan het opdoen. Ik heb zelf ook al best wel lange wimpers. Dus eigenlijk als ik te veel mascara opdoe... Dan lijkt het echt alsof ik nepwimpers op heb. Dus daar let ik altijd wel op. Oké. Het zit erop. Oké, dan doe ik nu mijn haar los. Want ik hou helemaal niet van staart in eigenlijk. Maar dat doe ik alleen eigenlijk in. Dus als ik mijn mascara en mijn wenkbrauwen opdoe. Opdoe. Even goed maken, zeg maar. Fixen. Hoe noem je dit? Make-upen. Wauw. Oké, nou dat zit dat erop. Dus nu heb ik zeg maar concealer op, een beetje bronzer, wenkbrauwen en mijn mascara. Maar dat zijn we nog niet klaar, want nu gaan we verder met de oogschaduw.
En dan gebruik ik deze. En dit is dus zeg maar wat ik net ook al zei. Ook als ik filmopnames heb of opnames voor Your Day of zo, dan doe ik dit eigenlijk. Want normaal vind ik dit eigenlijk best wel veel. En dan doen we nog van Maybelline de primer op. Geen idee hoe dit allemaal heet. Met die handje erachter ook elke keer. Oké, dan doen we deze even op mijn oogleden. Zodat de make-up wat langer blijft zitten. Dat, ik hoor altijd dat het heel goed werkt. En ik doe het ook elke keer. Maar ik heb geen idee of je het nou met of zonder doet. Hoe het werkt. Zo, het zit erop. Andere kant. Ik gebruik er ook echt heel weinig van. Want anders vind ik het altijd zo vies, zeg maar. Als je ogen helemaal plakken. Dat had ik een keer gehad. Toen had ik echt heel veel opgedaan. Oké. En nu gaan we dus deze doen. En ik weet niet hoe al deze kleuren heet. Ik heb ook geen idee of al deze kleuren een naam hebben. Maar ik gebruik deze. En deze gouden een beetje altijd door elkaar. Of zo, denk ik. Oké. Nou, dan gaan we dit opdoen. Daar gaan we. Let's go. Ik doe zeg maar altijd een beetje dat randje. Omdat als je dat open doet, dan zie je het nog. Oké. Andere oog. Volgens mij ziet het ook heel dom uit dat ik aan het opmaken ben. Oké, zo. Mijn oog zit erop. Kijk. Beautiful. Nou, dat was eigenlijk mijn make-up look. Heb ik helemaal geen fix spray die ik erna opdoe of zo. Oh ja, ik gebruik ook nog dit soms. Dit is mijn lipgloss. En deze heeft volgens mij echt elk meisje bijna. En die doe ik ook altijd op. Dus dat gaan we even doen. Dus dit is eigenlijk mijn look. Maar we zijn nog niet klaar. Want nu gaan we mijn haar nog doen. En nu heb ik zeg maar allemaal een beetje krulachtig iets. Wat ik echt heel lelijk vind. En voor première, zoals ik al zei, krul ik eigenlijk altijd of ik stel het altijd. En nu gaan we het stylen vandaag. Dus ik ga eerst even feunen mijn haar. Ik ga jullie meenemen hoe ik mijn haar feun. Het is ook echt niet bijzonder of zo, maar misschien willen jullie dat ook weten. Dus ik ga nu mijn haar feunen en daarna ga ik het even met jullie stylen. Oké, ik heb dus nu hier een feun. En nu ga ik gewoon even mijn haar feunen. En dit ga ik even versnellen, want anders is het echt heel erg schuim naar te kijken. Oké, ik denk dat mijn haar nu wel aardig droog is. Dus we gaan het nu stylen. Ik ben nu de steltang, die is nu aan het verwarmen. En ik zet hem altijd best wel warm. Eerder zet ik hem altijd op 180. Maar laatst zet ik hem echt op 200. Het is echt heel slecht voor je haar, dat weet ik. Daarom doe ik ook altijd olie in. Dat helpt heel erg. En nu gaan we het even opwarmen. En dan verdeel ik mijn haar altijd over een paar plukken. En dan gaan we het stylen. En dat vind ik altijd mooier. Maar eigenlijk kun je het beter doen als je haar echt helemaal droog is. Want nu is bij mijn haar nog een beetje nat. Maar ik heb altijd nog iets in om lang te feunen. Dus dan brandt het een heel klein beetje. Dat is ook heel slecht, denk ik, volgens mij. Even in een knotje, want anders een staartje, dat voel je dan ook nog. Zo. En dat lukt dan weer niet. Fijn. Oké, stel dat het warm is. Dus nu gaan we het even stylen. Get ready with me, want ik heb mijn haar dus nu helemaal gesteld. En zo ziet het eruit. De make-up look zit er dus ook op. En ik vind dit dus een hele leuke look. Het is niet heel erg veel. En ja, het ziet er gewoon erg leuk uit. Dus dit is een hele handige look als je gewoon naar iets leuks gaat of zo. Een feestje hebt of zo. Ik ben benieuwd of jullie hier wat aan hadden en of jullie het een beetje leuk vonden. Dus laat maar even weten in de reactie en of ik dit vaker moet doen. Oh ja, en laat hieronder nog even leuke ideeën achter voor video's. En dan zie ik jullie weer volgende week. Doei doei!